Dan zou het wel eens kunnen dat Burgerboerderij de Patrijs volgend jaar niet meer bestaat. Burgerboerderij de Patrijs, die Joanne Maloteau en Johannes Regelink in december bij Laren zijn gestart, is op zoek naar ongeveer 1000 huishoudens die een kaasabonnement willen afsluiten. Dit om het voortbestaan van een natuurinclusieve bedrijf te garanderen, want er zijn financiële zorgen. En dat komt deels omdat 70% van onze melk nog naar de wereldmarkt gaat eigenlijk. En die prijs is in de afgelopen tijd weer enorm gedaald. En voor ons een manier van boeren, dus een manier van boeren die eigenlijk een zo klein mogelijke impact heeft op onze aarde, heb je eigenlijk een hogere melkprijs nodig dan we nu krijgen. Een deel van de melk wordt al gebruikt voor 1000 kilo kaas per maand. Dat moet door de abonnementen naar 4000 kilo gaan. De burgerboerderij wil er daarmee voor zorgen dat alle melk van hun koeien binnen Nederland blijft en ze dus ook een hogere prijs voor de melk krijgen. We vinden het heel belangrijk dat er geen gesleep is met grondstoffen van ver weg naar hier en van hier weer naar ver weg. Dus enerzijds geen veevoer van ver weg naar hier, waardoor we met een mestprobleem en een stikstofprobleem blijven zitten. Maar ook niet dat ons goedkope melkpoeder bijvoorbeeld weer naar Afrika gaat om daar te concurreren met de boeren die daar ook een boterham moeten kunnen verdienen. Dat betekent dat we veel meer kaas gaan maken nog. En we maken al meer dan een half jaar geleden, maar dan betekent dat nog meer kaas maken. En dat betekent dus ook meer opslagruimte waar we druk mee bezig zijn. Maloteau geeft aan dat er tot nu toe veel stappen zijn gezet naar het zijn van een natuurinclusieve boerderij. Zo is er kruidenrijk grasland ingezaaid. Ook de koeien grazen op deze stukken land door middel van stripgrazen. Koeien krijgen 3 keer per dag een vers blokje gras, 's morgens, 's middags en eind van de middag. Waardoor we het gras langer kunnen laten groeien, waardoor de kruiden zich beter ontwikkelen in het grasland. En het gras ook meer rust- en hersteltijd heeft, waardoor we meer gras kunnen groeien zonder input van kunstmest of chemie. Voordeel is dat in dit systeem de koe achter de boer aanloopt, in plaats van de boer achter de koeien aan. Op dit moment worden de producten van de boerderij, waaronder de kaas, afgezet in 5 onbemande boerderijwinkels in de omgeving. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ook die omzet die groeit. Maar voordat we daar al onze melk kunnen afzetten, zijn we gewoon een paar jaar verder.